In verband met de openstelling van de Beekhuizenbrug is het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie momenteel bezig met de herinrichting van het kruispunt, gevormd door de Van het Oogeruisstraat en de Slangenhoutstraat. Op dit kruispunt komt een verkeerregelinstallatie voor een vlotte afwikkeling van het verkeer. De werkzaamheden die hier worden uitgevoerd, die zijn in het kader van de brug nabij Fabi. De brug die is technisch reeds opgeleverd. Het ministerie is nu bezig met de toeleidende wegen naar de brug. En dit kruispunt vormt een cruciaal punt voor de verkeersafwikkeling in verband met de opening van de brug. Wat er nu gebeurt hier op dit kruispunt, is dat het kruispunt wordt heringericht. Er komt een verkeersregelinstallatie op het kruispunt. En de aannemer is nu bezig om het kruispunt herin te richten. De focus is ongeveer 4 weken. Vier uitloop 5 weken. Maar we doen er alles aan, en vooral in deze periode dat het nog droog is, om zoveel als mogelijk meters te maken, dat de werkzaamheden zo snel als mogelijk worden afgerond. In elk geval willen we de overlast voor het verkeer minimaliseren. En we willen wel overgaan om de brug zo snel als mogelijk open te stellen. Dus de werkzaamheden die gaan ongeveer 4 weken, max 5 weken duren. Even aan te geven wat er precies gaat gebeuren. Op de oostelijke rijbaan van de Van het Oogeruisstraat, dat is de rijbaan aan de zijde van de wijk Beekhuizen, daar komt er een extra rijstrook voor het verkeer dat linksaf gaat naar de Slangenhoutstraat richting de nieuwe brug. Dat is voor de linksafers, komt er een extra rijstrook. De rechter rijstrook richting de Slangenhoutstraat, voor het verkeer dat gaat richting de Hennetestraat. Die rijstrook wordt niet verlengd, omdat we daar een hoogspanningsmast hebben die we in feite niet kunnen verplaatsen. Om het verkeer op dit kruispunt goed te regelen, want in de nieuwe situatie, als de brug open is, krijgen wij veel meer verkeer vanuit de Slangenhoutstraat, vanuit de brug. Dat is een noodzaak dat het verkeer op dit kruispunt goed wordt geregeld. In dat kader wordt er ook een verkeersregelinstallatie aangebracht, een verkeerslicht, om het verkeer op dit kruispunt goed te gaan regelen. Er zullen masten komen en er komt een portaal over de weg waaraan de verkeerslichten zullen hangen. Een speciale strook voor het verkeer dat rechtsaf gaat. We hadden die strook willen verlengen, maar dat lukt niet omdat er daar een hoogspanningsmast staat. Dus die lengte gaan we niet kunnen verlengen. Maar we gaan kijken om het op een andere manier op te lossen. In de huidige situatie is het zo dat het verkeer dat komt vanuit de Slangenhoutstraat aan de zijde van Surmak mag niet rechtdoor gaan richting Beekhuizen. Zij moeten nu rechtsaf slaan. In de nieuwe situatie zal het wel toegestaan zijn. Zal het verkeer dat komt vanuit de Slangenhoutstraat aan de zijde van Surmak mag wel rechtsaf gaan naar de Van het Oogeruisstraat richting Saramakadoorsteek. En dat verkeer mag ook de oversteek maken naar de Slangenhoutstraat richting de nieuwe brug. Dus dat om het kort aan te geven, wanneer de verkeersregelinstallatie in werking zal zijn, is het verkeer in alle richtingen toegestaan. Dus de beperkingen die nu gelden, die zullen dan in de nieuwe situatie niet gelden. Het verkeer zal dan in alle richtingen open zijn gesteld. Er komt een wijziging in de Industrieweg Zuid. Vanuit de Churchillweg, die aansluit op de nieuwe brug, zal het wel mogelijk zijn, beperkt,
En dat is het verkeer vanuit de grensweg, zal daar wel langs de brug richting de Industrieweg Zuid kunnen gaan. Vanuit de Churchillweg gaat dat niet mogelijk zijn. Vanuit de Industrieweg Zuid zal het niet mogelijk zijn om op de Churchillweg te komen. Dus het verkeer, de Industrieweg Zuid wordt dan een bestemmingsweg. En het verkeer met de bestemming, de Churchillweg, zal dan via een andere route de Churchillweg moeten bereiken. Dus voor de verduidelijking, de Industrieweg Zuid, als men komt vanuit de MLK Highway, zal men tot de brug kunnen gaan. Men zal de Churchillweg niet kunnen bereiken. Het wordt dan een bestemmingsweg. En het verkeer dat bestemming heeft, de Churchillweg, zal dan via een andere route de Churchillweg moeten bereiken. Doordat het verkeer komt vanuit de Slangenhoutstraat in de nieuwe situatie, zul jij een regeling moeten treffen. Doe je dat niet, krijgen we hier een chaos op het kruispunt. Door middel van de instelling van het verkeerslicht gaan wij proberen om het zo effectief mogelijk in te stellen. Dat we in elk geval de andere knooppunten niet te veel gaan belasten. Dat is niet zo eenvoudig, maar wij gaan in elk geval door middel van de verkeerscirculatie en de instelling van het verkeerslicht proberen om dat zo min als mogelijk stremmingen te veroorzaken. Als gevolg van deze werkzaamheden zal er enige stremming ontstaan. De gemeenschap wordt tijdig geïnformeerd wanneer deze zullen aanvangen. Er komt ook een omleidingsplan vanwege de hoge verkeersintensiteit op deze wegstrekking. In de kader van de werkzaamheden wil ik aangeven dat er enigszins wat stremming gaat ontstaan voor het verkeer. Omdat de aannemer gaat werken op de berm, maar ook een deels op de weg. Omdat die linkerrijstrook voor het verkeer dat gaat richting de Slangenhoutstraat naar de Nieuwe Brug, die moet aangelegd worden. En het zal zijn dat er de komende periode er maar één rijstrook van de rijbaan open zal zijn voor het verkeer. Dat zal wat stremming met zich meebrengen. Dat zal zowel aan de oostelijke zijde zijn als aan de westelijke zijde. En we vragen de weggebruikers en de gemeenschap om rekening te houden met de werkzaamheden. Het is in het kader van de herinrichting en we gaan tijdig de gemeenschap informeren wanneer de weg dan gedeeltelijk wordt afgesloten. Er zal ook een moment zijn dat de weg het kruispunt volledig zal moeten worden afgesloten. Dat moment gaan wij zo kort mogelijk houden en we gaan de gemeenschap ook informeren wanneer dat zover zal zijn. De gemeenschap wordt daarover tijdig geïnformeerd. Er komt ook een omleidingsplan. En in het omleidingsplan zal het zo zijn dat in elk geval het langzaam verkeer, dat zijn de fietsers en de bromfietsers, die zullen via de Sumarubastraat, via de wijk Beekhuizen, zullen zij omgeleid worden naar het kruispunt. Want we willen het langzaam verkeer niet samen met het snel verkeer op één rijstrook hebben. Dat is te gevaarlijk, omdat we ook de zware vrachtwagens hebben. Dus het langzaam verkeer gaan wij omleiden via de wijk Beekhuizen. Voor de omleiding voor het overige verkeer zullen wij de komende periode de gemeenschap daar uitvoerig over informeren. Het is de bedoeling dat de van het Hogerhuisstraatbrug op korte termijn vervangen wordt. Deze brug is niet bestemd voor zwaar verkeer. De Beekhuizenbrug is een alternatief omdat het ministerie de Noord-Zuidverbinding wilt uitbreiden. De brug over de Saramaka doorsteek, Saramaka kanaal, de oude brug. In dat kader is een nieuwe brug gebouwd. En de bedoeling is dat deze brug op termijn ook vervangen zal worden. De brug te Fabi is een alternatief, omdat wij de Noord-Zuidverbindingen willen uitbreiden. En de bedoeling is in elk geval dat deze brug geen capaciteit heeft om zware vrachtwagens overheen te laten gaan. Dus die zware vrachtwagens die kunnen dan, in plaats dat ze nu naar de Saronbrug gaan, kunnen zij gebruik maken van de brug naar bij Fabi. En deze brug zal te zijner tijd, zal het ministerie het onderzoek doen. En zal te zijner tijd deze brug ook vervangen worden. Minister Mike Mosalem van Binnenlandse Zaken heeft in het kader van de Nationale Voorleesweek 3 verschillende scholen bezocht, waar hij voor kinderen uit verschillende klassen heeft voorgelezen. Op deze manier heeft hij invulling gegeven aan de campagne die het lezen onder de jongeren moet bevorderen.
Bij een bezoek aan OS2 Meerzorg in het district Komowijnen heeft hij mogen voorlezen uit het boek Fort Buku aan de leerlingen van de zesde klas. Harold en Kela maken zich op richting Tamarin aan de Kotika rivier te gaan. Waar is Kotika rivier? Adreskunde. Kotika is die kant toch? Komowijnen rivier naar achteren daar. Ja? Op Tamarin ontmoeten ze dankzij hun nieuwe vriend Abisoina Oom Bakuda, de Bonumang. Hij neemt ze mee om te hengelen. Door de laaghangende mist op de Kotika rivier nemen ze een verkeerde inslag en komen ze in de Bukukreek terecht. En wat niemand verwachtte gebeurde. Harold, Kela en Abisoina waren samen met Oom Bakuda ontvoerd door de Loewe negers. Ze komen terecht in de ruïne van het beroemde Fort Buku. De leerlingen hebben niet alleen mogen genieten van de voorleestalenten van de minister, maar ook de wijze waarop hij interactief de verbeeldingskracht van de leerlingen naar boven wist te halen. Ook toetste hij op verschillende manieren de algemene ontwikkeling van de kinderen. Hij gaf de zesde klassers de opdracht om na te gaan wie de ministers zijn van de verschillende ministeries in Suriname. Openbare en die wegen zijn kapot. Ze asfalteren toch? Openbare werken. Ze wel op 8. Wat nog meer? Wie helpt me voorin? Die flinke meisjes voorin. Financiën? Ministerie van Financiën. Wat hebben we nog meer? De mensen die een sociale zakkaart nodig hebben, BASO-kaart. Waar gaan ze bij? Ministerie van? Zo? Sociale zaken. 11. Het lukt. Hadden we het ministerie van waar ze zorgen dat jullie kunnen eten en drinken, dat de mensen kunnen planten? Veel reis. LVV. Volgens mij elk jaar komt er een vraag toch, juf? Wie is minister van? Ja toch? Dus vandaag ga ik jullie daar weer besparen. Maar volgende keer ga ik langsrijden, dan kom ik vragen. Mag ik een lijst van jullie allemaal, wie zijn de ministers? En je vrouw gaat jullie die opdracht geven. Dan moet je allemaal gaan opzoeken welke ministeries er zijn en wie daar de minister is. De BISA-minister heeft ook een bezoek gebracht aan twee andere scholen. Deze zijn de Buschnerschool aan de Lozingweg, een lagere school van de EBGS, en de Taborschool aan de Nieuwzorgweg. Die valt onder de methodistische gemeente. Het bezoek van de minister was niet alleen voor de leerlingen een ervaring, maar zeker ook voor de minister. Hij is de mening toegedaan dat er tijd vrijgemaakt moet worden om te werken aan de vorming van onze jeugd. In de afgelopen 2 maanden zijn in alle resorten in de districten hoorzittingen gehouden. Tijdens de hoorzittingen worden presentaties gegeven over conceptresortplannen. Nadat de hoorzittingen zijn gehouden, is er een natraject. De minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, gaat in op het natraject met betrekking tot de districtplannen. Ja, inderdaad hebben we de afgelopen maanden de hoorzittingen gehad in de verschillende resorten. Een stukje burgerparticipatie, decentralisatie, waarbij de bevolking samen met de RR-leden, die R-leden bijeenkomen om zaken hun resorten rakende te bespreken. Dat wordt dus in een resortplan samengevat en weer opgestuurd naar de DR, die er een districtsplan van maakt. En dat moet uiterlijk eind maart, conform de wet RO, worden ingediend, aangeboden bij de minister van belast met regionaal bestuur. Dat is dus ondergetekende. En daarna krijgt men dus 2 maanden, eind mei,
om dan de begroting gekoppeld aan die plannen weer in te dienen bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Deze plannen worden natuurlijk door ons bekeken ook, maar vooral de begrotingen schrijft de wet ook voor dat we dan in conclave treden met de collega van Financiën om te kijken op welke manier en welke van deze projecten gefinancierd kunnen worden. Vanuit het groter plaatje, het nationaal ontwikkelingsplan. Want ook dat speelt, moet getoetst worden, dat zo'n plan vanuit een resort, een district, dus niet tegen, laat maar zeggen, of moet indruisen tegen een nationaal ontwikkelingsplan. De facetten, delen vanuit deze plannen kunnen dus worden opgenomen. Dus zoveel mogelijk wordt de informatie verkregen hieruit gedeeld. Nu hebben we ook ons planbureau waarbij deze informatie gedeeld wordt, maar ook naar de collega ministeries. Maar ook zien we dat vaak studenten of andere organisaties, RGO's, ook een beroep doen op deze plannen. En dat wordt dan verder opgepakt om te kijken welk deel men een bijdrage gaat leveren. Het meest ideale zou zijn dat je vanuit de districten, vanuit het districtsfonds dus deze zaken zouden moeten kunnen financieren. We zien dat dat nog niet zo ver is, zijn we als land nog niet zo ver. Maar desalniettemin zien we dat zaken worden opgepakt. Ik verdeel ze ook de zaken dus die worden meegegeven in deze hoorzittingen kunnen we verdelen in twee grote groepen, die routinezaken, een weg, een slechte weg, noem maar op, vuil ophaal, het zijn verlichting, het zijn routine. Maar dan heb je ook meestal ook zaken die echt een ontwikkelingsrichting bepalen. En als we bijvoorbeeld nemen district Para, neem ik toevallig hoor, de potentie ook vanuit dat stukje verpozing met de recreatieorde, dat je toch wel daar specifieke zaken worden naar voren gebracht. Laat me zeggen, dat stukje toerisme naar dat gebied te bevorderen. Dus dat zijn die zaken en het is een mooi moment, een goed moment voor de bevolking, maar ook voor iedereen om te zien hoe ideeën worden opgebracht en hoe de gemiddelde burger gaat nadenken over zijn of haar gebied bestuursresort.